directoraat Cultuur heeft een openbare meeting gehouden in verband met een viertal marihuana-consultatierondes in het buurtcentrum Stibula. Deze bijeenkomsten worden verzorgd door een team van CARICOM-experts. Het doel is om voeling te houden met de Surinaamse samenleving omtrent het gebruik van marihuana voor medische doeleinden. De regionale CARICOM marihuana-consultatie is van 5 september tot 8 november 2017 uitgevoerd in verschillende Caribische landen waarbij Suriname de hekkensluiter is. De CARICOM regionale marihuana-commissie is verantwoordelijk voor deze regionale consultatie en zal daarom het rapport met bevindingen en aanbevelingen presenteren in de eerstvolgende vergadering van CARICOM-staatshoofden en regeringsleiders. Volgens Winston Weert, voorzitter van de Green Hearts Foundation, heeft marihuana niets te maken met het Rastafari-geloof. Suriname is een land met vrijheid van godsdienst en de vrijheid te gebruiken, zegt Weert. Je hebt in de RK-kerk gebruikt met wierook en noem maar op, et cetera. Maar bij de EBG niet. Er zijn religieus, onze tradities, waar onze voorouders vandaan komen. Als je de historie nagaat, in Afrika werd het gewas gebruikt. In Azië werd het gebruikt. In China, China heeft voor 50.000 hectare van het gewas. Dus het is wat gebeurd is. Het is gecriminaliseerd door de westerse imperialistische kapitalistische maatschappij. Want tot na de Tweede Wereldoorlog was er geen enkel drugsprobleem in de wereld. Integendeel streden de westerse landen om het te beheersen. Je hebt gehoord van de opiumoorlog. Het ging om Engeland die de opiummarkt voor zichzelf wilde hebben. Het was al daar, maar ze wilden het gaan beheersen. Dus eigenlijk, als we de geschiedenis nagaan, is dit een gewas dat deel uitmaakt van onze culturele, historische traditie. Aldus Winston Weert, voorzitter van de Green Hearts Foundation. Hij sprak gisteren tijdens de CARICOM marihuana consultatie meeting in het buurtcentrum Stibula.